Vliegend kerstman. En hetzelfde parcours als voorgaande jaren? Ja, de binnenstad, hè, Muurhuizen, Lieve Vrouwenkerk of de Hof. Ja, weet je, we hebben weinig keus, toch? Kerstgedachte, hè? Social run, dus we gaan gezellig bij elkaar blijven. Oh, je komt wel uit vrije wil, toch? Dat altijd, tuurlijk. En voor de afterparty, denk ik. Ja, dat helemaal. Het is keileuk. Ja. En wat maakt het zo keileuk? Ah, gewoon met 1000 kerstmannen achter elkaar en daarna een afterparty. Dit is de eerste keer, maar ja, lopen we natuurlijk sowieso, maar nog niet de kerstmannen lopen. Nee. Wel leuk, hè? Ja, super. Ja. Geweldig initiatief en met z'n duizenden vanavond, hè? Ja, het wordt lekker druk. 4, 3, 2, 1 en op! U heeft de ondersteuning meegenomen, hè? Ja, anders red ik het niet, hè? Dan ga ik het niet redden. U redt het altijd. U heeft het al vaker gedaan? Ja, derde keer. Derde keer, dus het is goed bevallen dan? Ja, zeker. Vooral de afterparty. U komt of op afroep komt u huishoudelijk helpen? Als de mensen indicatie hebben, wel natuurlijk. Dus, ja. En nu vanavond? Zonder elkaar gaan we meelopen. Wij zijn wijk Soesterkwartier. Ja, leuk. Wordt daar goed gebruik van gemaakt? Ja. Behoorlijk. Top! Top, bro! Weer bij elkaar en ik top! Ik dacht, het is bijna kerst, ik kom gewoon uit de kast. Ik kom uit de kast, yes. Als er één moment is waarop we dat doen kunnen, dan is het met de kerst. Het staat geweldig. En het kleedt zo mooi af ook. Ja, ik mis alleen nog een handtas. Lekker, waar is het? Zoveel drank uitserveren in 20 minuten, dat lukt blijkbaar. We hebben het heel goed voorbereid. Ja, we doen het al voor de derde keer. Dus, goede voorbereiding is het halve werk. En elk jaar leer je weer van hoe je het beter moet doen. Zeg maar. Dus. Jullie hebben dat met z'n allen geregeld hier? Ja. Het eerste jaar hadden we veel te weinig, dus toen hadden we het tweede jaar meer en nu hebben we te veel. Dus ja, zo gaat dat dan. Beter te veel en er zijn nog een paar liefhebbers, zie ik, dus dat komt goed. Ja, dat komt helemaal goed. Oh!
Loop je met die grote mensen mee? Ja. Kun je makkelijk bijhouden, toch? Ja. Ja, tuurlijk, joh. Heb je dat al vaker gedaan, joh? Wat? Heb je dat al vaker gedaan, joh? Nee. Gemobiliseerd om je bij te staan? Uiteraard, iedereen. Van heinde en verre zijn ze gekomen. Ja, en waar kom jij vandaan, Hans? Amersfoort. Oh, dus jij bent wel gewoon uit Amersfoort. Eerste keer of heb je vaker meegedaan? Eerste keer. En hoe bevalt het? Nooit meer. Oh, dus het was Hans eerste keer, nooit meer? Laatste keer, ja zeker. En waarom nooit meer? Vreselijk. Dat je dit doet voor je lol, ik kan het niet begrijpen. Wat een fantastische stad hebben we toch, hè? Wat hebben wij een mooie stad en wat heb jij ze weer allemaal veilig door het dorp heen geloodst, hè? Dorp, laat het de burgemeester maar niet horen. We hebben een prachtige stad, we hebben een prachtige avond gehad. Nou, ik ben echt heel trots op alle mensen die weer uitgelopen hebben. De conditie... En dan toch ook wel een beetje gerustgesteld dat het allemaal weer goed verlopen is? Ik ben al pas blij als iedereen levend binnenkomt. En Amersfoort, ze hebben gewoon natuurlijk een fantastische conditie. Zelfs in deze outfit kunnen ze rennen.